Hallo mensen, welkom bij deze nieuwe aflevering van 1v1 tegen kijkers. In deze aflevering heb ik het natuurlijk weer opgenomen tegen drie verschillende mensen op drie verschillende platformen. Deze intro is trouwens opgenomen de dag na de 12 uur stream. Dat hoorde ook aan mijn stem, want ik ben een beetje hees en ik heb ook wel last van mijn keel. Dus let niet op mijn stem vooral. En in ieder geval mensen, ik zou zeggen, like en abonneer. Kijk ook heel de aflevering uit. En wil je kans maken om in de volgende aflevering van 1v1 tegen kijkers te komen, moet je gewoon geluk hebben. Antwoord op de story die ik dan plaats. En wie weet kies ik jou wel uit. In ieder geval boys, enjoy de video. Zo mensen, wij zijn nu namelijk in mijn eigen 1v1 map. En ik sta hier namelijk weer tegen drie verschillende mensen op drie verschillende platformen. Hier hebben we namelijk helemaal rechts. Haspelletje. En op wat speel je? PlayStation 4. Oké, dus een PlayStation-speler. Dan hebben we hier in het midden. Storm Voltron en ik speel op dingen PC. Inderdaad. En even om te verduidelijken, mensen. Dat is namelijk ook de custom hoster. Dus even dat jullie dat weten. Code Joram. Dan hebben wij hier helemaal links. Nicolas, ik ben 12 jaar. En ik speel op Nintendo Switch. Oké, leuk dat je je leeftijd erbij aankondigt. Dat is deze keer dat iemand dat uit zijn eigen gewoon doet. Oké, dus we hebben hier weer te maken met een Nintendo Switch-speler, met een PC-speler en weer een PlayStation-speler. Net als wij elke aflevering tot nu toe gedaan hebben. Boys, willen jullie ook trouwens dat ik eens een keer tegen een PlayStation 5-speler ga, waar ik ook onder andere op speel? Laat het dan ook even weten. Wij gaan in ieder geval beginnen met Dotoch. Dus ja, we gaan beginnen. En dat is namelijk tegen Hesperolletje, denk ik. Als ik het goed heb. Oké, dus wat denk je dat de score gaat worden? Zeg het nog eens een keer. Ik denk 5-2 voor jou. 5-2 voor mij dan nog wel, bro. Oké. Dan gaan we beginnen. En nog één vraag natuurlijk. Ben je er klaar voor? Ja, tuurlijk. Oké, 3, 2, 1, let's go, bro. Ik ben wel niet opgewarmd, boys. Dus ja, voor opwarming heb ik. Oké. Deze gast meent het. Oh. Oh shit, maat. Holy fuck. Oei. Een sprolletje is een lot toch? Hot toch, je bent een hot toch. Je bent het. Oké dan, GG. What the fuck? Oké. 1-0 voor Esperolletje. Nu gaan wij weer ronde nummer 2. Let's go, man, bro. Oké. Oeh, boys. Oh. 5-2, zegt deze man. 5-2, zegt deze man! Nee, 8 HP, 8 HP. Nee, laat dit niet waar zijn. Oh! Oh nee! Oh my god, close. Oh. Oké. Ruben, kom aan. Ah, 2-0. Ruben, zorgt er niet voor dat je 3-0 wordt, hè? Want no joke, dat schaam ik me dood. Oké. Oh shit. Ja, nee. Deze is niet goed. Deze is echt niet goed. Deze is echt niet gezond. Deze is niet gezond. Oh nee. Hij bouwt me dicht. Oh. Hij bouwt me toe. Oeh! Let's go, man, bro. Eindelijk. Voer even. Dat duurt ook lang. Oké, 2-1. Oké. Het kan nog spannend worden op zich. Yeah. Oh. Mijn Edisons, die sukken helemaal. Oké, man, bro. Holy damn. Deze man weet wel wat hij doet. Oké. Die weet inderdaad wat hij doet. Oh, godverdekken toch. Waarom vergeet ik te editen? Oh, no. Braaf. Braaf, ik weet dat je braaf kunt zijn, dus wees maar braaf. Oh. Oh, man. Oh, Jesus. Oké, ik ga dan. Nee! Ik dacht dat ik jou ging hebben. Tfoe, man. Oké, GG. 3-1. 3-1, boys. Ik hoef me niet te schamen. Allee, ja, eigenlijk wel. Omdat ik bijzonder slecht speel. Maar oké. 3-2-1, bro. Ah, jij moet nog 2 punten maken om deze man gewoon te winnen. Tfoe, man. En dan ben ik klaar. Hey, bro. Niet meer, hè. Zit je mij nu in te bouwen? Stoute jongen. Stoute toch. Oké, ik heb die geweest. Oh.
Kom aan, bro, kom aan. Oh! Broer, 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 dit is niet gezond. Oh. Waar ben je, bro? Waar ben je? Ah. Ah. Ah, GG's, man. Oké, 3-2. Oké, de game blijft on hold. Oké. Let's go. Een 3-2, bro. Ruben, zorg dat dat gelijk spel staat. Oké, dat gaat niet gebeuren. Kameraad. Oké, ik ben dood. GG. Ah, bro. Dit gaat slecht aflopen. Boys. Jullie zien de score. 4-2. Nu is de vraag, gaat hij nog een punt maken of ik? En hou ik de game on hold? Ruben, hou de game on hold, man. Hou de game on hold. Nee. Oh, dat was mis. Gelukkig. Dat was gelukkig fout. Oh, nee. Oh. Yes. Oef. Ik heb me gesaved. Ruben, jij hebt u gesaved. Alle shots. Oké, boys. Nu begint het spannend te worden. Zorg ik ervoor dat ik gelijk sta? Of maakt het sprootje nog een punt? We gaan het zien. Ah, Ruben, niet doen, hè. Ruben, stel me niet teleur. Want je stelt me zo vaak teleur. Ah! Ja, nee, toch niet. Hij stelt me teleur. Nee. Ik ben gepikkexed. Oké. GG's. Oké, dan gaan we naar de volgende. En dat is Nicolas. Oké, boys. Tegen Nicolas. Hoeveel gaat de score worden, bro? Tussen ons. Ik denk 2-5 of 3-5 voor mij. 3-5, dat kan niet eens. Ah, jawel. Dat kan wel. Ja. Sorry, ik had het verkeerd nagedacht. In ieder geval, ja. Kan allemaal. We gaan zien, bro. Ben je klaar voor? Tuurlijk. Helemaal ready, man, go. Boy. Oké, deze gast is weer hyperactief. Bro, kijk hem! Oh, nee. Nee, Nicolas, nee. Stoute jongen, nu al. Geen semi-kijken vandaag. Oh! Hey. Dat was raak. Dat was ook zo'n keidroge reactie, ja. Dat was raak. Bro. Kom dan nog. Ah, nee, ik... Hallo! Hallo, meneer de uil. Uw onderbroek is vuil. What the f... What the fuck? Oh, no. Jeet. Oh. Ik heb mij geblokt. Jepla. Oh, fuck. Hier. Oh. Ik weet niet hoe lang jij zit, maar ik ben bang. Nee. Oké, GG. Oké, GG. GG, man. G-man boy. Oké. 46 HP of zo. Oké. Nu weten we ook in één keer tegen wat voor mensen. Oh, nee. Broer, kijk hem Eiffeltoren maken, man. Kijk hem Eiffeltoren maken. Oh nee! Ik val bijna half naar beneden, gast. Tfoe. Ja. Heb je een monster gedronken? Ja! Gewerkt dat of wat? Ja. Tuurlijk. Oeh, ik blok altijd cash gewoon in shots. Helemaal niet. Nee, ga kwijmen. Nee! Ah, GG. GG, man. GG, oké. 1-1. Oké, boys, we gaan er weer voor. Oh, sorry. Verkeerde kant. Oké. Let's go, man, bro. Oké. Ik zit helemaal te trillen, man. Ja, man. Kan ik snappen. Even mijn zweet van mijn billen afvegen, hoor. Wat? Bro! Oh! Als
ik nu heb. Oké. Okay. Je wil niet weten hoeveel HP ik ben. Eén. Ben je één pickaxe? Ja! Oké. Okay. Nee, dat kan niet waar zijn. Ik ben 2 HP. Nee. Nee! Oh, fucking GG! Oké, dit is 1, go! Oké. Ah, 2-1. Nee, Ruben! Not doing that shit again, hè. Ja, maar broer, je maakt Eiffeltoren. Kan ik ook. Of toch niet. Van naar beneden. Oh, man. Mijn armen, ze biedt krijg ik... Oh, hela! Hela! Stoute Nicolas. Stoute Nicolas. Nee, je mocht geen semi kijken. Dat mocht er sowieso al niet. Oh! Ja. Dat deed ik. Nice! Deed ik? Joehoe! Nee. Hallo! Dat was sprayen gewoon, mooi. Dat was gewoon sprayen. Karma. Ja. GG's! Oké. 2-2. We houden gelijkspel. Nicolas, er is nog niks aan de hand, bro. Het is maar 2-2, het is maar gelijkspel. Maar gelijkspel. Ja, bro, ja. Ja. Oh, als dat nu raak was. Hè. Was dat raak? Was dat raak? Nee. Ik dacht dat er 40 afging nu net. Dat kon ook soms fake hit zijn, dat is ook soms met sniper. Dat is niet fake. Denk ik. Oef. Oef, Nicolas. Wacht even, laat me even één ding doen. Oh nee. Oké, ben terug. Oké, dat was ook iets rap dat je moest doen dan. Oké, boys, 3-2 voor mij. Oké. Nicolas, bro, kom uit die pijp. Nee. Kom uit die pijp, gast. Mag ik u ook dan? Je weet het. Allee, joh. 75, godverdomme. Je gaat mij nog hebben, man. Waar zit jij, manneke? Ergens. Jij zit Eiffeltoren te maken. Ja, dat is logisch dat je dat mij dan niet vindt, hè. Broer. Nee, man. GG. GG. Kan me nog hebben? Oké, nu is de vraag, boys. Win ik de 1v1 en maak ik het 5e punt? Of houdt Nicolas de game on hold? Dat gaan we zien. Nee. Ik zit helemaal te struggelen. Kom je niet omhoog. Meen je dat nu? Ik ben bang van u. Bro. Kom gewoon naar boven. Ja, zo kom er niet nee, bij ik me. Ik loop als een default. Ik loop als een default. Wacht even. Oké. Ja, nu kun je het, hè. Ja, oké. Lekker bezig. Oké, deze man. Waarom schiet ik? Omdat hij schiet. Wauw, bro. Oké, chichi. Oké, boys. Gaat Nicolas nog een comeback maken? 4-3. Oké, boys. Oké. Ja, bro. Stop mijn Eiffeltoren maken. Dan maak ik pizza toren. Ja, dat bedoel ik dus. Ik kan niks doen. Ik glijd! Tuurlijk glijd, ja.
Oh my gosh. Ah. Ja, nee, what the fuck. Ah, GG. Ik glitch helemaal. Ja, oké, okay, GG bro. Dat is een 5-3. Hey boys, dan gaan we over naar de laatste 1v1 en dat is gelijk tegen de PC-speler. Oké, okay, de laatste 1v1 tegen Joran. En nu is de vraag, wat denkt hij dat de score gaat worden? Ik denk dat jij 1 gaat krijgen en ik 5. Oké, okay, ik denk dat die dingen nog wel gaan kloppen. Ik denk dat het zelfs 5-0 gaat worden. Maar in ieder geval, ben je er klaar voor? Ja. Oké, okay, daar gaan we. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Wabbelief. Oké. Okay. Oké. Okay. GG's. 1-0. Ai. Ruben, onthoud, wat heb je jezelf aangedaan, de fucking PC-speler? Oh, was dat nu mis? Ja, dat was mis. Oh, nee. Oh, oh. Oké, okay, dat was... Wat is er aan? Oh, nee, maar dat. Nee. Oh. Oeh. Kom maar, Ruben. Nee, GG's. Ah, oh, oké. Oké, go. Oh! Als ik nu raak had. Oeh, oké, okay, GG. Oh, ik had niet verwacht dat ik u ging killen. Oeh, oké, 2-1. Oeh, oké, daar gaan we. Ik vind dat je nu voor niet opgewarmd te zijn, Joran, no joke. Oh my man. Ik vind dat nu al iets hebben. Oké, okay, oké. Okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Brave jongen. Nee, toch niet. Ah, zo. Ja, ik ben dood. Ja, ik ben dood. Ik wist het. Oké, okay, 3-1. Ah, het voelt, boys. Ah, het voelt. Het schijnt, je bent niet gevijfd. Dus. Ja, dat kan al niet meer. Dus misschien klopt uw score wel. Want dat was 5-1. Dus. Oké. Okay. Oei, 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 boys. Oei, 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 oei. Oké. Okay. Oh my god. Oh! Nee. Als ik hem nu heb, hè. Kom aan, please. Nee, ik had u bijna. Ah. Jij wacht ook leuk. Ja. In ieder geval, boys, maakt u het laatste punt of hou ik de game on hold? Dat is nu de vraag. Oké, okay, go. Oké, okay, bro. Oei, oei, oei. Oh, ik zit helemaal. Oké, okay, ja. U aim, daar kan ik niks over zeggen. Ah ja, GG, ja, ik wist dit. Ik wist dit ook, ik wist dat ik deze ging verliezen. Ik wist het ook gewoon, hè. Altijd PC-speler. Eerst zetten we 1v1 tegen Hesperolletje. En daar is de score geworden. 5-3 voor mij. Inderdaad, en wat dacht jij dat de score ging worden? 5-2, denk ik, voor jou. Inderdaad, dus... compleet een ander ding is dat uiteindelijk geworden. Dan, bij de tweede hebben we 1v1 gedaan tegen... Nicolas. En daar was het uiteindelijk geworden. 3-5. Nee, wacht, wat was het? Ja, 3-5. Voor mij. En wat dacht jij? Voor jou. 3-5 voor mij. Inderdaad, dus het is ook weer anders. En dan hebben we een verwang gedaan tegen Joran. En dat is de enigste score die vandaag gewoon letterlijk
klopt. Hij zei namelijk dat het 5-1 zou worden. En dat is ook daadwerkelijk ook geworden. Ik dacht een 5-0, persoonlijk. Maar ik heb hem toch op een of andere manier kunnen killen. Omdat ik met heel veel geluk een headshot schoot. Dus in ieder geval, boys, jullie zien maar wat je ook denkt. Het kan altijd anders zijn. In ieder geval, mensen... Dit waren de gasten weer voor vandaag. Ik zou zeggen, boys, ik ga het hier laten voor deze video. Hopelijk vond je hem leuk. Druk alvast dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal. Als je dat niet hebt gedaan, zet ook mijn notificatiebeltje aan. En boys, dan zie ik jullie graag weer terug bij weer een nieuwe livestream of video, boys. Adios.